Dit is de nieuwe Porsche 911. Hij is sneller, krachtiger en zuiniger dan al zijn voorgangers. Maar opvallende zijn de overeenkomsten. De motor achterin, die eivormige lamp voorin en dat onmiskenbare Porsche 911 silhouet. James Dean zou deze auto als een 911 herkennen. In 1963 kwam de eerste Porsche 911 ter wereld. Zijn overgrootvader is de Volkswagen Kever en de Porsche 356 is zijn papa. Allemaal met hetzelfde silhouet. De koplampen, de motor achter de achterbank. En halverwege de jaren 70 kwam de turbo op de markt. Die werd al snel bekend als de weduwmaker omdat de achterkant zo plotseling uit kon breken. Na 16 jaar werd het originele ontwerp pas vervangen door de 964. Dat zijn interne type nummers. Maar je moest een kenner zijn om de verschillen te zien. En in 1993 maakte de 964 plaats voor de 993. En dat was een duidelijk moderner ontwerp met smalle achterlichten en rondere, zachtere vormen. Een 993 Turbo kost tegenwoordig tweedehands nog gauw 80.000 euro. De 996 in 1998 was voor Porsche-liefhebbers een radicale afwijking van hun auto. De ovale koplampen verdwenen, maar nog belangrijker, het was de eerste Porsche met een watergekoelde motor. In 2006 werd deze opgevolgd door de 997 en die kreeg de ovale koplampen weer terug. En nu zijn we op stap met de 991, de allerlaatste 911 met dezelfde oervorm koplampen als de allereerste. En we vragen een architect, Julien van der Meer, een interieurontwerper, Jacques Brandsma en fotograaf Marije Kuiper, wat zij hebben met de vorm van de 911. Jaguar heeft zichzelf eigenlijk net een beetje heruitgevonden de afgelopen jaren met de XJ, zo'n super technisch apparaat. Ja. Met de XF, die een wat meer wat agressievere look heeft gekregen. En de XKS. En Jaguar heeft daarmee bepaalde details wat teruggekeken naar hun historie. Ja. Maar veel minder dan Porsche dat doet. Hoe kijk jij daarna naar die relatie tussen van wat je nu maakt en wat je ooit gemaakt hebt? Nou, dat ik, laten we zeggen, in mijn werk, hè, of laten we zeggen ons werk van dit bureau, waar ik leiding aan geef, is het wel zo dat de geschiedenis wel belangrijk is. Hè, maar wat er verandert is de context uiteindelijk. En wij ontwerpen wel, laten we zeggen, het belangrijkste wat we doen is vanuit de context, van de plek waar je het maakt en de omstandigheden die daar zijn, dat je daarmee verander je automatisch. Waarschijnlijk was het zo sterk ontwerp, dat je dat niet wil veranderen. Het was al geweldig toen het op de markt kwam. En het is altijd maar geweldig gebleven. En je moet never change a winning team, zeggen ze. Als je ervan uitgaat dat, dat je eigenlijk vanuit een goed concept de verschijningsvorm kunt verbeteren. Yeah. Dan is dat een goed uitgangspunt, denk ik. Hey, hoe ik in mijn ontwerpvak sta. Kijk, ik kijk goed om me heen wat er al ontworpen is. Hè. De wereld is, zit vol met ontworpen objecten. En het is een illusie om te denken dat ik het wiel kan uitvinden. Apple heeft ook, ik denk ook niet dat dat ooit gaat veranderen. Ook wel dat het snellere computers gaan worden. Maar het design blijft volgens mij altijd hetzelfde. Het is zo herkenbaar. Het is gewoon mooi zoals het al is. En ik denk dat het waarschijnlijk met de 9-11 ook geldt. Dat het gewoon. Het heeft zo ingeslagen als een bom dat mensen het zo fantastisch hebben gevonden in de jaren 60. En ja, dat moet je helemaal niet willen veranderen. Als je dat vergelijkt met mijn eigen beroep bijvoorbeeld, hè, dat wij hebben de neiging om toch steeds weer opnieuw te beginnen. Ja. Dat is architect en eigen op een of andere manier. Hè. Dus wij zijn veel minder, als je kijkt bijvoorbeeld hoe een auto gebouwd wordt, hoe ze toch voortborduren op wat er, hè, laten we zeggen, aan één kant anders op marketingkant, dat is de andere kant van de auto-industrie. Ja. Maar hoe een deur sluit, hoe een scharnier gemaakt wordt, hè, en hoe de hele techniek van die auto, en dat wordt in de bouw wordt het nauwelijks vertaald. Hè. Dus, nee. Bij ons blijft het dus veel langer traditioneel zoals het is. Maar Porsche is altijd ook een soort architectenauto. Een bepaald soort architecten rijdt in een Porsche 911. Yeah. En dat zijn er niet 1-2-3 de architecten waar ik nou. Jij wil niet een architect zijn die aankomt rijden in Porsche 911. Nee, omdat dan bevestig je bijna wat het is. Als ik daarmee aan zou komen rijden, dan heb ik daar denk ik een iets bij wat
wat op dit moment niet bij mij past. En wat zeg je dan als je aan kan rijden in een 911? En wat zeg je als je aan kan rijden in een Jaguar XK? Wat is dat verschil? Nou, ik denk dat het verschil is, in eerste instantie een verschil tussen een Duitser en een Engelsman. Ja. Hè, dus de behavior, ik vind in de Jaguar is veel meer een gentleman's auto. Ja. En de Porsche is, daar heb je net wat te veel gel in het haar. Ja, het heeft wel heel erg met status te maken, denk ik toch. Ik probeer dat niet te doen, maar als iemand met zo'n auto bij mij komt, ja, die plaats ik ogenblikkelijk natuurlijk in een... In een vakje. Ja. En dat is, en het vakje is toch al gauw dat iemand of ADV is, ja, of een U-tarief heeft wat ik niet kan betalen. This ain't no heartache. Oh, it's real trouble. This ain't no heartache. Oh, 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 oh. Wat is voor jou iconisch ontwerp in jouw vakgebied? Nou ja, de ontwerpen die overblijven, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel ontwerpers bezig om het product waar ze mee bezig zijn te vernieuwen, zichzelf te vernieuwen. En de dingen die dan eigenlijk daarvan echt boven komen drijven. En dan noem ik bijvoorbeeld de geknoopte stoel van Marcel Wanders bijvoorbeeld. Hè. Daarin is een experiment. In feite, daar is een product uit overgebleven, een soort residu van een proces, ja, wat een beeld heeft opgeleverd, wat heel erg blijft hangen. Ja. Hè, als een soort tijdsmoment, als een soort bevroren moment van een bepaalde tijd. Ja. Hè, en zo heb je natuurlijk de Rietveldmeubelen, Stark met zijn Juicy Self. Hè, het is heel moeilijk uit te leggen wat een icoon maakt tot een icoon. Dat bepaalt natuurlijk niet de ontwerper zelf. Hey, ik ga niet aan tafel zitten, ik ga vandaag eens even een icoon ontwerpen. Toevallig kwam ik vanmorgen in Australië tegen en een Australische architect. En die begon nog eens over het Opera House in Sydney. Hè, dus, laten we zeggen, dat hoort bij Sydney, hoort bij die plaat, door een Deense architect gemaakt ooit een keer. En dat gebouw, ook al bouw je daar nog 20 van, dan wordt het alleen maar flauw. Eentje, wat zijn in de fotografie voor jou iconen? Ik vind ze dan niet per se dat ik ze aanbid, maar ja. Een Anton Corbijn is natuurlijk een icoon. Ja. En Aaron Olaf. Ja. Maar dat zijn de personen. Zijn er ook beelden, foto's die iconisch zijn? Ja, ja. Dat meisje wat uit Vietnam... Het meisje zonder de neus, het is een Afghaans meisje. Ja. Ook het meisje van het National Geographic beeld met die prachtige groene, ja, ogen. Ja, dat zijn foto's die heb je dan zo vaak gezien. En dat worden dan iconische beelden en die staan voor een bepaalde tijd. Dat meisje in de Vietnamoorlog, dat is de verbeelding van die hele oorlog. Dus ja. Daar zie je alles in terug. In mijn beleving was het onderscheidend vermogen in auto's in de jaren 70. Was een stuk groter. Je, ja, kon van heel veel afstand kon jij al zien, of al horen aan het geluid, ja, kon je al zien welke auto er aankwam. Ja. En tegenwoordig moet je wel echt behoorlijk op de bumper rijden om aan het logo te zien, ja, waar hebben we dan welke auto, ja, voor je rijdt. Ja. Nou, dat vind ik een verschijnsel wat eigenlijk gewoon nog wel een soort vertroebeling is van beeldtaal in auto's. Ja. Hè, dat maakt natuurlijk zo'n Porsche zo sterk, omdat hij daar eigenlijk niet of nauwelijks van is afgeweken. Is his wallet leather? Is his wallet fat? For not a year later, it's got you lying on your back. You should have.